Het gaat niet over, vroeger is nooit voorbij. Alles blijft bewaard in het duister, een onzegbaar groot geheim. Maar als ik zing en jij luistert. Ik heb het boek vooral geschreven omdat de waarheid de beste manier is om duidelijk te maken wat het is. En dan is er eindelijk iemand die haar weer een beetje gelukkig maakt. En dan? Dan doen jullie, wij hebben al een papa. Nee, we hebben weer een papa. Solo Stories hebben het heel goed opgepakt, vind ik. Want nogmaals, het is heel moeilijk om een boek letterlijk op het toneel neer te zetten. Want de fysieke actie maakt juist dat het, dat kun je niet schrijven. En zeker Lisse Knapen, die de hoofdrol speelt, heeft dat echt fantastisch gedaan. Moet je luisteren, Witte. Waar ik vandaan kom, is alles heel simpel. Je luistert naar je vader. Dus doen jullie iets wat niet mag, dan weet je vader je wel te vinden. Je wilt het zo toegankelijk maken dat je ze heel langzaam naar binnen trekt, zodat ze echt voelen hoe het werkt. Het mechaniek van de, letterlijk, de misdaad. Ik weet alleen dat tientallen ogen op ons gericht staan. Van buren, voorbijgangers. Ik voel ze bijna. Mijn emoties bij de voorstelling waren wisselden van trots naar au, naar ja, zo was het, naar oh, ik hoop dat ze het begrijpen. En heel erg blij dat wij erover praten. Ik vond het heel gaaf, heel bijzonder. Hij heeft de sleutel nog. Mam, je moet de politie bellen, mam! De voorstelling van Solo Stories is weer een stap dichter bij het proberen op te lossen van een landelijk maatschappelijk probleem. Heel veel vrouwen hebben te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, met in hun jeugd mishandeling, misbruik, vernedering, enzovoort, enzovoort. En ik wil dat zolang als ik de rest van mijn leven nog kan vullen, proberen te helpen oplossen. Want het is niet alleen ik, hè. Duizenden vrouwen hebben dit en sommige verhalen nog veel heftiger dan die van mij meegemaakt. Het is niet mijn schuld. Het is niet jouw schuld. Het is nooit jouw schuld.